Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Dit is de Venus reading voor alle vuurtekens. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, lieve vuurteken. En dat alles goed mag blijven gaan. Dus dit is de Venus reading voor de vuurtekens. De meeste van jullie weten wel waar de Venus voor staat, hè? Dat is de liefdesplaneet. Ik zie de toren, dus daar gaat iets veranderen op het gebied van liefde. Er komt actie, zag ik, of je mag actie gaan ondernemen. Maar dat terzijde. Als je nou niet weet wat jouw Venus-teken is, hieronder staat een linkje. Als je op de titel klikt, rechts van de titel zie je een driehoekje. Dan zie je daar een linkje. Dan kan je dus jouw Venus-planeet berekenen. Aan de hand van je geboortedatum en geboortetijd komt daaruit dat je een vuurteken bent in Venus. Dan is dit filmpje voor jou en anders mag je naar een ander filmpje kijken. Als je nieuw bent, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Zo niet, dan kan het ook zijn dat je naar het filmpje van vorige maand mag kijken, want we zitten allemaal op verschillende tijdlijnen, dat die misschien beter met je resoneert. Bovendien helpt het enorm als je je abonneert, kost niks en dan zit jouw energie in het kanaal. Bovendien hoef je dan niks meer te missen, want ik maak meerdere filmpjes op een dag en ook op zaterdag en op zondag. We gaan beginnen. Vandaag gebruik ik de Energy Oracle kaarten en de Gilded Tarot. We gaan maar gewoon kijken. Wat is de energie voor de vuurtekens, spirits en guides voor de planeet Venus? Hier zitten jullie berichten in. Ik heb hier walking away. Je mag ergens vandaan lopen. Het is bijna gedaan. Ik hoor dat velen van jullie al veel langer in deze cyclus zitten. En die nog altijd niet hebben afgerond. De afronding, het is kaart 9. Afronding naar 10 komt. Die transformatie komt op het moment dat je hier vandaan loopt. En dat is die laatste stap die jij nog niet hebt ondernomen. Die je maar blijft uitstellen. Patience. Geduld. Kaart 7. Spirit ziet dat jij engelen geduld hebt. Letterlijk en figuurlijk in deze connectie. Je geduld wordt op de proef gesteld. Meer en meer. Je ziet ook een klokje. Spirit vindt het hoog tijd dat jij vertrekt. Dus je krijgt allemaal kleine torenmomenten. Wat we net dus al zagen, wat ik je liet zien, die draaikolk, dat is in dit deck een torenkaart en actie. Ze willen jou sommeren om tot actie te komen en die actie is dus deze connectie verlaten. Dat is de gezamenlijke energie, spirits and guides, voor de vuurtekens in Venus. Gezamenlijke energie. Slapeloze nachten, 9 van zwaarden. Je ligt hier wakker van. Wat is de energie voor de kijker? Dit is de energie van de kijker. En wat is de energie van de andere kant? De tegenpartij, zal ik maar zeggen.
Dus slapeloze nachten, overdenken, piekeren, waardoor je de slaap niet kan vatten. Even kijken. Spirits die bieden jou iedere keer weer een andere cup aan. Om jou te doen aanzien, te doen inzien, sorry, dat er een betere persoon is voor jou. Maar tot nu toe aanvaar je die niet. Spirits geven aan dat het toch echt tijd wordt om deze cyclus af te gaan sluiten. Deze cyclus die brengt gewoon te veel verwarring, te veel onrust. Het is een connectie met een luchtteken. Deze luchtteken is zeer koud, zeer afstandelijk. Kan heel goed communiceren en de dingen zo draaien dat je toch bij hem of haar blijft. Wat bij jou tot die 8 van zwaarden leidt. Dus dat je te veel in het hoofd zit. Dat je geen uitweg ziet. Het vreet energie. Vandaar dat jij ook moet recupereren. Iedere keer bij moet komen. Bij moet tanken. Vreet energie omdat je geen vooruitgang ziet in deze connectie. Maar de angst is te groot voor jou om te vertrekken. De angst komt voort uit het feit dat je aan het financiële plaatje denkt. Je bent bang dat jij niet financieel onafhankelijk genoeg bent om op eigen benen te staan. En ja, deze connectie gaat gewoon tergend langzaam. Bijna geen vooruitgang, want dit is de langzaamste kaart in hele deck. En er komt dat er geen vooruitgang is, omdat er niet eerlijk gecommuniceerd wordt. Er zijn misschien leugens, misschien, ja, hoe moet ik het zeggen? Spirit ziet het ook als zijnde dat je niet eerlijk bent tegenover jezelf en tegenover de ander. Dat als de rek eruit is en je voelt geen liefde meer, dat je dan toch blijft voor het geld. Dus je houdt eigenlijk achter dat er geen gevoelens meer zijn en je gaat voor financieel gewin. Ik hoor dat jullie beiden bang zijn voor het financiële. En dat jullie alle twee heel goed weten dat deze connectie zo'n lange tijd heeft gehad. Zodra jij je financiële zaak op orde hebt, vertrek jij. En de ander die voelt dat er energetisch ook aan. Het kan goed zijn dat je met een ander vuurteken te maken hebt. Ik zie hier een ram, maar ik zie, maar ik voel dat het spirit, help me even, het is een leeuw. Boogschutter. Sorry, geen leeuw, wel boogschutter en ram. Ik zie ook nog de kreeft. Ik zie ook heel veel zwaarden. Wat voor luchtteken, spirit? Weegschaal krijg ik door. Dus ja, als jij
deze tekens in je ascendant hebt of de partner. En je herkent dit. Het is, je zit al te lang te wikken en te wegen. En je loopt maar niet weg. En Spirit sommeert je met het klokje. Want als je zelf niet vertrekt, dan komt er een torenmoment. En dat zijn vaak niet zo van die leuke momenten. Het kan zijn dat het te maken heeft met jouw energie. Dat je toch richting burn-out gaat. Of dat je het op een gegeven moment gewoon lichamelijk niet meer trekt. Dat je steeds meer klachten gaat krijgen. Spanningshoofdpijnen, noem maar op. En dat je dan op een gegeven moment de brui eraan geeft. Omdat je een te kort lontje hebt. Nou, noem maar op. Je kan allerlei scenario's bedenken. Maar als die toren komt, is dat een stuk onaangenamer dan dat je zelf de stekker eruit trekt. Spirit kijkt altijd toe. Die vinden dat zolang je van elkaar houdt en probeert te werken aan elkaar, is er niks aan de hand. Maar blijf je bij elkaar puur voor het financiële, dan ja, dat tolereert Spirit niet. Dan zeggen ze van, dat is je bedriegt de zaak. Je bent er niet bij met je hart, maar met het hoofd, hè? Met het geld. En dan gaan we daar een stokje voor steken. Dan moeten jullie uit elkaar. Dan is het beter om ieder een andere weg te gaan volgen. Zodat jullie beiden weer een liefde kunnen vinden. Wat is het advies, Spirits and Guides? Behalve het weglopen. Want dat is wel duidelijk. Voor meer moed krijgen om de stap te zetten. Niet bang zijn voor het financiële. Je verantwoordelijkheid nemen. Genoeg zelfliefde hebben om het feit dat als er geen liefde wordt gegeven, dat je dan vertrekt. Dus dat je zeg maar genoeg van jezelf houdt om niet te blijven hangen hierin. Samen gaan werken om uiteindelijk open en eerlijk hier een punt achter te zetten. Unity, dat is bijeenkomen. Dus je kan ook proberen degene zeg maar, die koud en afstandelijk is, die zwaarteken, dat die nog een poging doet richting de ander. Want er is hier één die geeft, maar de ander die neemt alleen. Ik hoor ook dat degene die neemt, dat die eigenlijk een beetje misbruik maakt van zijn of haar situatie. Deze persoon heeft het, weet dat hij of zij financiële teugels in handen heeft en gebruikt daarom zijn of haar macht om zo deze connectie in stand te houden. Dus wees integer, ook naar je partner toe. Zeker als je al jaren bij elkaar bent. Kom over tot actie. En ga weg. Evolutie, ja, zodat je verder kan groeien. Hier is de groei direct uit. Dat is die. Als je in deze situatie zit, wil ik je heel veel sterkte wensen. Als je zegt van ik wil hier verder op inkijken, dan kan dat. Dan kan je in contact met mij komen voor een privé reading. Of als je een reading wil op basis van je tweelingenziel of op werkgebied, dat kan ook natuurlijk. Of persoonlijke ontwikkeling.
Hieronder staan mijn gegevens, ook mijn website. Dan kan je het contactformulier invullen of via de e-mail. Dankjewel in ieder geval voor het kijken. Heel veel sterkte ermee. Namaste.